Zit die één deur op slot, hoor dat? Hallo YouTube, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de Gier Gasten. Voordat we beginnen even een heugdelijk nieuwtje. Binnenkort zijn wij 4 jaar en 24 weken. En die verjaardag willen we natuurlijk met jullie vieren. Yay! We gaan een speciale video uitbrengen waarin we even terugblikken naar de allermooiste momenten van Gier Gasten de afgelopen jaren. En jullie kunnen natuurlijk ook gewoon vragen stellen aan ons. Dus stel die vragen gerust hieronder in de comments. En dan gaan we zoveel mogelijk vragen daarvan proberen te beantwoorden. Op Instagram kun je ons ook even volgen, @gierigegasten. We zijn allemaal oud materiaal van Gierige Gasten aan het uploaden. De beste momenten die jullie of zijn vergeten of hebben gemist. Dus check zeker even het Instagram kanaal. Dan het gierige streetje van deze week. Het is 33 graden buiten. We willen natuurlijk even wat verkoeling opzoeken. Dan kan je of naar een zwembad toe gaan of je kan gewoon een gratis douche pakken tijdens een huisbezichtiging. Een hele omslachtige gierige streek. Maar we gaan hem toch echt doen. We weten alleen nog niet wie van die drie het gaat doen. Ja, we vinden het een beetje gênant. Dus niemand wil het eigenlijk doen. En daarom gaan we even Rock, Paper, Scissors spelen. Ik wil het echt niet. Dus bij drie moet je hem gedropt hebben. Ja. Ja. Dus 1, 2, bam. Oké. Okay. Ja? Ja, kom maar. Kom maar. Okay. Steen, papier, schaar. Yes! 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 Wij zijn... Tempo. Ja, rustig aan. Nee. Jullie hebben dit sowieso afgesproken. Nee, echt niks. Kom maar op. Oké. Pak een handdoek. Oké, Niels. Zullen we eerst? Gaan we alvast een praatje maken. Joost. Hey, we kennen jou daar binnen niet. Ik wens jou veel plezier. Ik hoop dat je een leuk huis. Echt, Martijn. Ik had het zo erg jou gegund. Het is dat ik het weer ben. Het is alsof het een open huis is. Ik heb wel goed gekeken naar de data. Ja, het is over een week. Het is over een week. Yes! We kunnen opnieuw de loting trekken. Nee. Ja, zeker wel. Nee. Ik heb vandaag verloren, maar... Jeus, je hebt gewoon de loting verloren. Nee, die loten gewoon opnieuw. Die kom loting, op. Please, nee. gun het me. Nee, Joost, die loting die heb je keihard verloren. 1 week later. Nou, Joost. Nou Martijn, we zijn weer onderweg, een weekje verder, richting Almere. Ik weet nu wel bijna zeker dat het er wel vandaag is. Dus nu mogen we echt. Nu mag jij. Oké, er is niet heel veel veranderd, alleen Niels is ziek geworden, dus die is er vandaag niet bij. Maar ja, ik ben nog steeds de lul. Oké, plannencampagne. Ik ga eerst naar binnen. Hé. Hey. Jij kan dit. Het water is wel aangesloten, toch? Daar ga je zo achterkomen. Ja, dat weet ik anders niet. Anders wordt het kut. Ik ben er nooit geweest, gast. Oké, nou laten we dan maar gelijk gaan. Ik ben toch nu ik weer richting het huis lopen. De vorige keer was het voor niks. Deze keer is het echt voor het echie. Ja, ik voel hem wel kriebelen van binnen. Dat ik zo meteen wel echt hard voor lul sta daar. Maar ja, oké. Okay. Het moet maar. Hè? Eerlijk verloren, dus daar gaat hij. Kijk, ja, de rest is gewoon open. Hallo. Goedemorgen. Hey. Goedemorgen. Ja, dat is voor Joost. Hoi. Top. Leuk dat je nog zijn even kijken. Ik durf niet meer. Martijn is met die makelaar. Ik heb het gezien. Ik moet het doen. Kijk, de badkamer. Twee douches. Er zijn twee douches. Joost is nu aan het douchen. Ik ga nu natuurlijk een klein beetje weg. Sorry Joost. Heb je één deur op slot, hoor dat? Nee. Op de wc? Oh, het hoor je eens. Ik voel me tegen het geluid van de wc. Oh, ja, dat is een badkamer. 15 minutes later. Ik snap er echt geen reet van. Ze horen het toch wel, maar niemand reageert hierop. Met iemand ook de klinken open. Tenminste, ik probeer het open toen ik op slot zat. Ik hoor niks. Die man doet er helemaal niks aan.
onderwijs. Nee, ik heb niet eens gezegd. Wel, misschien zoals ik een buitenlopen. Dat niemand er last heeft van zo'n meteen. Mooie badkamer. Ja, dat. Heerlijke badkamer. Ik heb heel veel kleine. Ik had nog een handdoek van gebruikt, dus ik dacht, zo warm. Even een frisse douche. Geen problemen? Top, heel aardig man, dankjewel. Hé, hey, dat is tijd. Ja, ik kan. Top. Dankjewel. Dankjewel. Yo, ik vond dit zo raar. Ik vond het teleurstellend. Ja, kan ik me voorstellen. We wilden het allemaal niet doen, omdat we dachten dit is super awkward. Maar het was helemaal niet awkward. Nee. Hij vond het prima. Ik heb nog gezegd, yo, er is een deur op slot. Oh ja, dat zal wel. Toen kwam je naar buiten. Ik heb gedoucht. Oké, okay, leuk man. Oké, okay, we gaan weer. Doei. Ik denk dat je alles had kunnen flikken. Pizza aan de oven, badderen met een eentje, whatever je had ook willen doen. Je vrouw aanduwen in de dus wc. Dus ik voel hier nog een tweede aflevering aankomen, jongens. Ja, deze man was net nooit boos gevonden. Maar heb jij je nou kapot gelachen? Doe zeker een duimpje omhoog. Lieve comment. Vergeet niet te abonneren. Tot volgende week. Zijn we zeker terug. Later.